ben vandaag aan de Botaniek, de mooiste zaal van Brussel. Joey Beires komt vandaag optreden. Die is 19, kei jong, kei hip. Ik kan niet wachten om hem vandaag te ontmoeten. Ik hoop heel hard dat het gaat lukken. Ik weet vandaag eigenlijk niet zo heel veel. Ik weet enkel dat Joey Beires op tournee is, dat hem eergisteren in Londen was. Dus de kans is eigenlijk vrij reëel dat hem met een Eurostar van Londen naar Brussel komt vandaag. Dan zijn er een aantal opties. Ofwel zit hem in het hotel Bloom hiernaast, ofwel komt hem gewoon aan met een busje en gaat hem hiervoor stoppen. Dus ik weet het nog niet. Het zal afwachten worden. Ik ben wel best fan. Vooral omdat ik hem op Outlook Festival gezien heb. Ik ga er elk jaar naartoe, dus in Kroatië. En hij was daar zo een van de hip-hop artiesten die kwam optreden. Kijk, actief op het podium, heel plezant. Dus ja, ik wil hem wel heel graag vandaag terugzien. Niet veel te zien, maar hier gaat hem zelfs wel optreden. Hier binnen. Oké, okay, die is sowieso van Joey Beres. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat hem zelfs gaat aankomen. Oké, okay, ik ga wel al mijn foto tussen klaar nemen. Ah nee, ik denk dat het toeristen zijn. Ja, ik stel voor dat we eens naar dat hotel gaan zien, want die vrouw. Oh, ah nee. Die vrouw met haar billionaire muts, wat ik daarnet zei. Die is naar binnen gegaan waar Joey moet optreden. Oh my god, wacht. Ik denk dat hem er is. Hij is er. Ja, oké, dus met zijn rode kap, dat is hem. Ah, ik ben eigenlijk zenuwachtig. Ik heb een beetje bang dat het niet gaat doen. Ik denk dat hij naar het hotel gaat gaan. Dus dat hem gewoon gaat voorbij wandelen. Hey Joey, is there any chance I can take a picture with you? Oh, I saw you at Outlook. Oh. Wel, niet echt vriendelijk. Misschien omdat hem al die valies bij had, ik weet het niet. Maar ik stel voor dat we gewoon even wachten tot hem gaat soundchecken en dan nog eens vragen, ik weet niet. Ja, ik hoop dat deze zelfs hier wel voorbij gaat komen. Dus ik wil het nog wel eens vriendelijk vragen. Als ik eerlijk moet zijn, ben ik het wachtje als stil ik zijn beu. Oké, okay, we hebben Joey Beres vandaag gezien. Hij was niet zo blij, helaas. Hij is waarschijnlijk nu aan het soundchecken of aan het eten, dus ik denk ook niet dat we hem nog gaan zien. En moesten we hem zien, zal hem ook wel niet zo blij zijn. Dus ik ga het opgeven.